Hey there, this is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for stopping by, thanks for watching another episode. I appreciate your support and I appreciate your time. Today we will do another listening exercise, but before I explain to you how we are going to do this, remember to give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments how it went and what you thought about the exercise. But without much further ado, let's go straight for the listening exercise. So how will we do the listening exercise? Well, you've got two options. If you feel confident, then basically I will read the text. You'll be able to read with me. However, if you feel confident, then, you know, look away, close your eyes, listen to my voice, and then afterwards we will answer some questions together. If you're not feeling that comfortable, or if you just said maybe A2 level is not my level yet, but I want to try, then please read along with me and then we can do the answers together. So now I will give you a difficult vocabulary list, which might help you understanding the text. You can make a screenshot, write them down, and then basically what we will do while I'm reading the text, I'll read a paragraph, and then after I'll stop and we'll answer one or two questions. We'll move on to the next one and we'll answer the questions again. Now I want to wish you good luck. Remember, this is only for entertainment and a little bit of education purposes. Don't worry if it's still a little bit difficult. Just keep pushing, keep reading Dutch, keep listening to Dutch, and I'm sure you'll get there. If this is easy, well done, you're definitely on the right track. Okay, let's go check that difficult word list. Difficult words. The first one is het werelddeel. Werelddeel is a continent. Then we have vierkante kilometer, that is square kilometer. De oppervlakte is the surface. Ruim is broadly. Ontdekt is coming from the verb ontdekken, discovered. Bedekt from the verb bedekken, covered. Onderzoekers, researchers. And de ozonlaag is the ozone layer. Right, so this is the difficult word list. Take a screenshot, write them down, and let's go straight for the listening exercise. Okay, so there we go. I will read the paragraphs twice. We'll start off with two, and then afterwards we're going to take a look at the questions. Antarctica, het koudste werelddeel. De wereld bestaat uit verschillende werelddelen, zoals Amerika en Afrika. Ook Europa en Azië zijn werelddelen. En dan is er nog de Zuidpool. Deze pool wordt ook wel Antarctica genoemd. Het is het koudste deel van de wereld. I'll read this one again. Antarctica, het koudste werelddeel. De wereld bestaat uit verschillende werelddelen, zoals Amerika en Afrika. Ook Europa en Azië zijn werelddelen. En dan is er nog de Zuidpool. Deze pool wordt ook wel Antarctica genoemd. Het is het koudste deel van de wereld. Groot. Antarctica is een groot werelddeel. Het heeft een oppervlakte van 14 miljoen vierkante kilometer. Dat is ruim 400 keer zo groot als Nederland. I'll read again. Groot. Antarctica is een groot werelddeel. Het heeft een oppervlakte van 14 miljoen vierkante kilometer. Dat is ruim 400 keer zo groot als Nederland. Okay, these were the first two, so let's go and take a look at some questions. Okay, we'll start with vraag 1, question 1. Wat is een andere naam voor Antarctica? Is het A, de Noordpool, is het B, de Zuidpool, of is het C, het halfrond? Wat is een andere naam voor Antarctica? A, de Noordpool, B, de Zuidpool, C, het halfrond. Remember to give it a pause, because the correct answer is coming your way. And the correct answer is B, de Zuidpool. De Zuidpool is een andere naam voor Antarctica. Okay, we go to question number 2. We gaan naar vraag nummer 2. Hoeveel keer is Antarctica groter dan Nederland? Is het A 100 keer, B 400 keer of C 1000 keer? Is het A 100 keer, B 400 keer of C
duizend keer. Remember to hit that pause button, because the correct answer is coming your way. And the correct answer, het correcte antwoord is B, 400 keer. Okay? These were the first two questions. Now we will move on to the next paragraphs. Ijs. Antarctica is rond het jaar 1820 ontdekt. Van Antarctica zelf kan je maar weinig zien. Het is helemaal bedekt met ijs. Read again. Ijs. Antarctica is rond het jaar 1820 ontdekt. Van Antarctica zelf kan je maar weinig zien. Het is helemaal bedekt met ijs. Geen daglicht. De winter op Antarctica duurt van maart tot september. In de winter is er totaal geen licht van de zon. Dus het is dan ook overdag helemaal donker. De temperatuur is dan 50 tot 60 graden onder nul. Geen daglicht. De winter op Antarctica duurt van maart tot september. In de winter is er totaal geen licht van de zon. Dus het is dan ook overdag helemaal donker. De temperatuur is dan 50 tot 60 graden onder nul. Okay, so these were two paragraphs again. Let's go take a look at the question. Okay, vraag 3, question number 3. Waarom kan je maar weinig van Antarctica zien? A. Het is helemaal bedekt met ijs. B. Je ogen bevriezen omdat het er zo koud is. C. Dat staat niet in de tekst. A. Het is helemaal bedekt met ijs. B. Je ogen bevriezen omdat het er zo koud is. C. Dat staat niet in de tekst. Remember to hit that pause button, because the correct answer is coming your way. And the correct answer, het correcte antwoord is A. Het is helemaal bedekt met ijs. Okay, we go to the next question. Question number 4. Wat gebeurt er in de winter? Het blijft dag en nacht helemaal licht. Het blijft dag en nacht helemaal donker. C. De mensen die op Antarctica wonen vertrekken voor een paar maanden naar Zuid-Amerika. A. Het blijft dag en nacht helemaal licht. B. Het blijft dag en nacht helemaal donker. C. De mensen die op Antarctica wonen vertrekken voor een paar maanden naar Zuid-Amerika. Oké, remember to hit that pause button, because the correct answer is coming your way. And the correct answer, het correcte antwoord is B. Het blijft dag en nacht helemaal donker. Oké, we'll go to the last two paragraphs. Zomer. De zomer op Antarctica begint in september en eindigt in maart. Het is er dan dag en nacht licht. Het wordt dan niet donker. Onderzoeker. Op Antarctica wonen geen mensen. Het is er te koud om te wonen. Maar er komen wel veel onderzoekers naar Antarctica. Zij onderzoeken bijvoorbeeld het ijs en de dieren. En ook de ozonlaag. In de zomer zijn er ongeveer 5000 onderzoekers op Antarctica. En in de winter ongeveer 2000. I'll read again. Zomer. De zomer op Antarctica begint in september en eindigt in maart. Het is er dan dag en nacht licht. Het wordt dan niet donker. Onderzoeker. Op Antarctica wonen geen mensen. Het is er te koud om te wonen. Maar er komen wel veel onderzoekers naar Antarctica. Zij onderzoeken bijvoorbeeld het ijs en de dieren. En ook de ozonlaag. In de zomer zijn er ongeveer 5000 onderzoekers op Antarctica. En in de winter ongeveer 2000. Okay, so I've read the paragraphs twice. Let's take a look at our questions. Okay, vraag 5, question number 5. Wat is er speciaal aan de zomer in Antarctica? A. Het is er dan heel warm. B. Er zijn niet veel onderzoekers. C. Het is de hele dag licht. A. Heel warm. B. Niet veel onderzoekers. Of C. Het is de hele dag licht. Give it a pause if you want to think a little bit longer, because the correct answer is coming your way. En het correcte antwoord is C. Het is de hele dag licht. Correct answer is C.
En dan we move on to the last question, vraag 6. Wat doen de onderzoekers op Antarctica? A. Ze kijken of mensen er misschien permanent kunnen wonen. B. Ze zoeken naar speciale planten en dieren die op het ijs leven. C. Ze willen het ijs, de dieren en de ozonlaag onderzoeken. Is het A. Willen ze kijken of mensen permanent op Antarctica kunnen wonen? Is het B. Zoeken ze naar speciale planten en dieren die op het ijs leven? Of C. Willen ze het ijs, de dieren en de ozonlaag onderzoeken? Give it a pause if you want to think a little bit longer, because the correct answer is coming your way. And that is C. Het correcte antwoord is C. Ze willen het ijs, de dieren en de ozonlaag onderzoeken. Okay, so we come to the end of our exercise. I hope you did well. If this was easy for you, well done. If it's still a little bit difficult, don't worry. I'm sure you will get there. Just keep pushing. I want to thank you again for watching. As always, I appreciate your time. I appreciate your support. Remember to give it a like, subscribe to the channel, and let me know in the comments what you thought about this exercise and how well you did. And as for me, I want to thank you again for watching. Keep it 100 and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao.